vandaag maandag en ik ben precies een week bezig met de 75 Hard Challenge. Mocht je dat nou gemist hebben of je wilde meer over weten, ik zal hieronder het artikel linken en de video waarin ik er alles over vertel. In de vorige video had ik de eerste 3 dagen besproken over hoe dat ging en wat ik had gegeten en zo. En nu zijn we dus 4 dagen verder. En heb ik de eerste week erop zitten. En eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd. Ik ben nog steeds super gemotiveerd. Het lukt me elke dag om alles te doen. Want ik hou het allemaal bij op dit handige formulier. Eigenlijk gaat alles gewoon wel goed. Het water drinken is wel een ding. Het is natuurlijk pittig. 3,75 liter, oftewel een gallon per dag. Het is te doen. Het staat me echt nog niet tegen, gelukkig. Wat ik had verwacht is dat ik trek zou krijgen in frisdrank. Helemaal niet. Fabian die drinkt colaatjes omdat ik hou zo van cola. Echt, cola is life. Maar het doet me echt niks. En ik drink gewoon lekker mijn water. En ik moet er ook niet aan denken dat ik bijvoorbeeld zou zwichten om nu een blikje cola te nemen en alles zou verpesten. Dat is het me zo niet waard. Dus ik ben echt gemotiveerd en ik zit echt in de flow. Dus ja, het gaat echt heel goed. En ik merk aan mezelf dat ik deze challenge heel hard nodig had. Het is momenteel gewoon een beetje een gekke periode. Vaderdag komt eraan, zoals ik in de vorige video al zei. Dat is gewoon niet cool als je geen vader meer hebt. Of als je, weet je, of geen contact hebt. Of het is gewoon, whatever. Het is gewoon niet voor iedereen een fijne dag. En nou is het ook nog zo dat mijn vader woensdag jarig is, aankomende woensdag. En na zijn overlijden had ik het op me genomen, net als bij mijn moeder, om iets met zijn Facebookpagina te doen. En dan kun je bij Facebook dat een soort herinneringsstatus aangeven. Maar ik stelde dat maar uit. Ik zag er gewoon tegenop, omdat het zo definitief is. Maar ja, ik dacht, het zal toch niet zo zijn dat hij wordt gefeliciteerd op zijn verjaardag. En dus heb ik vandaag eindelijk die stap gezet. Maar het was niet makkelijk. Maar dan merk ik met het lopen, met het wandelen, dat dan emoties wel loskomen. Dat ik wel, ja, dat het gewoon loskomt allemaal. En dat is gewoon belangrijk. Ik ben heel erg een binnenvetter. Dus dan is het wel belangrijk dat je het op een of andere manier toch wel eruit gooit. En dat bewegen is voor mij echt een uitlaatklep. Ik beweeg heel veel, elke dag minimaal 2 keer per dag of 2 keer dan 45 minuten. Maar uiteindelijk denk ik dat ik wel 2 uur echt volop aan het doorwandelen ben, zeg maar. En ik zet dan de juiste muziek op, momenteel veel Coldplay. En dat helpt me echt om gemotiveerd te blijven. Ik zal nog een playlist maken trouwens met de muziek die ik luister. Misschien heb je er ook wat aan als je dit ook doet en je wandelt ook elke dag. Dat zijn echt liedjes die een bepaalde beat hebben, waardoor je echt lekker doorstapt, zeg maar. En dat is perfect. Ik slaap vaster, heb ik het idee. Ik word minder vaak wakker. Ik word wel wakker om te plassen, want ja, ik moet heel de dag plassen nu. Door dat vele water drinken. Maar ik slaap zeker vaster. Ik heb meer energie. Zeker wel. Nog niet dat ik denk, wauw, wat ben ik energiek. Ik ben s'avonds echt wel moe. Maar dan een ander soort moe dan dat ik was. Het is lastig uit te leggen, maar ik ben nu echt lichamelijk ook moe van het vele lopen, maar het geeft me ook energie. Het is een beetje vreemd, moeilijk om uit te leggen, maar geloof me dat ik me goed voel. Ik voel me er echt goed bij en ik ben blij dat ik het heb gedaan. Zoals ik al zei, werkt het super motiverend om alles af te vinken en ook op mijn stappenteller dan echt resultaten te zien. Het is nu bijvoorbeeld bijna 5:30 en ik heb nu al bijna 10.000 stappen gezet vandaag en dan moet ik nog de tweede keer 45 minuten bewegen vanavond. Dus dat worden wel weer 15.000 stappen, denk ik. Ik zit nu gemiddeld tussen de 15.000 en 20.000 stappen per dag. Ja, dat is veel. Ik moet van mezelf wel echt die 2 keer 45 minuten. En dat komt neer op ongeveer 10.000 stappen volgens mij. Maar ik zit er ver boven. En zolang ik het aan kan, zolang het goed gaat, waarom niet? Ik heb ook goede schoenen gekocht van de week. Want ik heb echt afgetrapte sneakers die niet geschikt zijn voor zo elke dag intensief lopen. Ik heb me echt laten adviseren en ik heb hele stevige schoenen gekocht. Ik zal ze in de volgende video laten zien. En vegan uiteraard, geen leer. Heel betaalbaar. Daar heb ik echt steun aan en dat heb ik aan deze schoenen niet. Dus ik denk dat dat ook nog een verschil gaat maken, de juiste schoenen. Dus ja, al met al gaat het gewoon lekker. En ik zag dat een aantal van jullie ook de challenge
zijn gaan doen. Wat ik echt te gek vind. Want ja, ik ben ook weer door iemand anders geïnspireerd om het te doen. Dus ga je het doen of ben je al mee bezig? Laat het zeker weten hieronder. En ik wens je natuurlijk super veel succes. En ik hoop dat je wat aan mijn video's hebt. En mijn eetdagboek, wat ik nog online ga zetten. En ja, ik ga gewoon regelmatig updates geven. Op zich heb ik niet echt veel verschil nu. Ik zit letterlijk wat lekkerder in mijn vel. Ook qua omvang. Qua gewicht nog niet echt. Ik denk 0,5 kilo in een week of zo. Nog niet echt superveel. Maar ik drink natuurlijk ook heel veel water. Dus ik denk dat ik ook heel veel water in mijn lichaam heb nu of zo. Ik heb geen idee. Ik hou me daar niet heel erg mee bezig met het gewicht. Het is belangrijker dat ik letterlijk weer in mijn vel lekker zit. Dat mijn broek niet meer zo strak zit, weet je wel. Dat weer wat losser zit. En dat merk ik wel. Dat het allemaal wat minder opgeblazen gevoel ook. Dat komt ook echt door het lopen en het water. En geen cravings. Dat komt ook door het water. Had ik al gezien in filmpjes van de Gallon of Water Challenge. Dat je dus geen zin hebt in slechte dingen tussendoor. Dat komt echt door het water. En iedere dag lees ik netjes mijn 10 pagina's uit dit boek. Ik begin het wel steeds interessanter te vinden en beter en leesbaarder. Want ik ergerde me in het begin een beetje aan het bedweterige toontje. Niet zo sympathiek toontje wat de schrijver op mij in ieder geval had. Maar ja, dus dat doe ik ook iedere dag. Dat is wel wat ik het minst leuk vind hieraan. Dus als ik van de 5 dingen 1 ding zou mogen schrappen, zou dat deze zijn. En iedere dag maak ik ook een foto van mezelf. En ik heb ze vanmorgen op de computer bekeken. En het is best wel confronterend. Ik kijk niet graag naar mezelf op die manier. Maar ook dat schijnt dus aan het eind van de challenge dat je daar anders over denkt. Ik ben daar zo benieuwd naar of ik dan denk van zo, dat ziet er goed uit. Maar nu denk ik van ja, ik ben niet echt tevreden met hoe ik nu in mijn vel zit. Daar ben ik gewoon eerlijk over. Maar ik zie ook nog niet echt verschil als ik de eerste dag en gisteravond, ik doe het 's avonds, iedere avond. Ik zie nog niet echt verschil. Het is meer dat ik het van binnen voel. Mijn batterij bijna op is, dus ik moet er ook een eind aan breien. Maar ja, het gaat gewoon goed en ik hoop dat dit gevoel blijft. Dit chakra gevoel, echt zo'n gemotiveerd gevoel, ik hoop dat dat blijft. Ik hoop dat je het leuk vond om weer te zien, deze update. En ja, ik zie je gauw weer, want ik ga weer gauw een video opnemen. Want ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik hoop dat je mij een duimpje omhoog gunt. En natuurlijk abonneer op mijn kanaal en druk ook op het belletje, zodat je een notificatie krijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!